Hey, hallo! Super leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. In deze video ga ik mijn meest gedragen items met jullie delen. Dus deze items zijn de items die ik 9 van de 10 keer uit mijn kast pak. Mijn favorieten van het moment en items die echt bij elke outfit wel passen. En ik moet je zeggen dat mijn stijl echt mega simpel is. Ik heb geen opvallende kledingstukken. Ik hou gewoon van lekker basic. Daar is natuurlijk niks mis mee. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn favoriete items en outfitcombinaties van dit moment, kijk dan vooral verder. Voordat ik verder ga met de video wil ik jullie om een gunst vragen. Zoals jullie weten werk ik al een tijdje samen met Hadza. Voor de mensen die het nog niet weten, Hadza is een shopping tool. En ik heb op dit moment een bord aangemaakt die eigenlijk zo goed als leeg is. Maar daarvoor wil ik jullie hulp inschakelen. Onder dat bord is een chatfunctie of een reactiefunctie. Ik wil graag aan jullie vragen om 1 of meerdere linkjes van verschillende items daaronder te plaatsen. En die kan ik dan in mijn eigen bord toevoegen. En uiteindelijk wil ik een outfit samenstellen met jullie hulp. En die outfit zal ik dan ergens in een van mijn aankomende video's gaan dragen. Hoe leuk is dat? Dus eigenlijk kunnen jullie mijn outfit bepalen. Dus mocht je het leuk lijken om hier een onderdeel van te zijn, ik zal het hieronder in de beschrijving nog eventjes kort uitleggen. Dus ik hoop dat jullie me allemaal een handje helpen. En laten we maar snel verder gaan met de rest van deze video. Laten we beginnen met mijn meest gebruikte tas van dit moment. Als allereerst deze tas. Deze tas gebruik ik als mijn schooltas. Er zitten nu ook wat aantal schoolspullen in. Ik vind deze heel erg fijn. Hij is trouwens van Valentino Handbags. Naast dat mijn laptop erin kan, past er ook nog veel meer in. Dus deze gebruik ik bijna iedere dag. Sowieso als ik naar school ga. Dan heb ik ook nog een andere handtas die nog best wel recentelijk nieuw is. Deze is van Michael Kors. En deze vind ik fijn als ik een dagje weg ga en ook veel spullen mee moet nemen. Hij is ruim, maar hij is niet te groot. Dan mijn allergrote liefde. Deze Louis Vuitton tas, die heb ik ongeveer een half jaar geleden gekocht. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Maar dit is echt de perfecte crossbody. Qua ruimte kan er zo ontzettend veel in. En ja, dit is gewoon een handige tas als je een dagje gaat shoppen. Als je een hapje gaat eten met iemand. Ja. Dus dit zijn mijn 3 meest gebruikte tassen van dit moment. En het fijne aan al die 3 tassen is dat de kleur gewoon zo natuurlijk is. Het past overal bij en dat vind ik zo chill eraan. Mijn go-to jas van dit moment is deze coat van Monki. Hij zit zo ontzettend lekker. Ik draag deze jas bijna elke dag. Gewoon, ja, dit is gewoon mijn go-to jas. Dan draag ik eigenlijk niet heel veel mutsen of hoofddeksels. Ik heb wel een aantal mutsen en petjes en zo. Maar mijn go-to muts op dit moment is deze baret. En het hele fijne aan deze baret is dat hij ook mijn hoofd gewoon warm houdt. Hij is niet alleen leuk, maar hij doet ook zijn werk, weet je. Dan gaan we verder naar mijn meest gedragen broeken van dit moment. Ik ben wel echt een skinny jeans persoon. En wat betreft, ja, skinny jeans heb ik er wel meerdere. Maar dit is wel echt mijn go-to skinny. Hij is van Zara. En ik heb hem in de maat 40. En de andere skinnies van Zara heb ik ook in de maat 40. Ik zou ook nog een 42 aan kunnen. Maar hij is heel erg stretchy. Hij zit wel aan de strakke kant. Misschien dat ik wel nog even een nieuwe ga halen. Maar ik weet het niet zeker. Maar hij zit gewoon heel comfortabel. En zoals ik al zei, is hij flink stretchy. Dus hij, ja, stretcht lekker mee. Na skinny jeans hou ik ook ontzettend veel van mom jeans. Of jeans met ja, rechte pijpen. Hier heb ik er een van Lofi's. Die ik regelmatig draag. Hij is high-waisted en hij zit ook heel erg lekker. Ja, wat kan ik ook met jeans zeggen? Lekker basic. Ja, dat. En andere jeans die ik wekelijks wel een aantal keer draag, is deze mom jeans van Pull&Bear. Toevallig komt die net uit de was. Speciaal voor deze video heb ik hem even snel uit de was gehaald. Want ja, als dingen eigenlijk
zoek zijn in de was, dan betekent dat dat ik dat ook echt heel vaak draag. Ja, ik vind deze heel erg fijn zitten qua fit. Voor mijn doen zit hij mooi, hij zit comfortabel. Ook deze is high-waisted. Ik vind hem helemaal top. Dan gaan we door naar de bovenstukken. Sowieso ben ik echt een grote fan van witte bovenstukken, zoals deze blouse. Eigenlijk wil ik een andere, want ik merk dat ik dit model toch niet helemaal top vind. Hij heeft best wel van die hele wijde mouwen, maar toch draag ik hem wel regelmatig. Dan heb ik dit shirt. Dit is een simpel zwarte top met een kanten detail. Deze is van Stradivarius en deze combineer ik, waar ben jij? Ik heb alles echt op een hoop gegooid. Deze combineer ik ook wel eens met dit jasje. Dit is een blazer van Lovies en deze draag ik ook best wel regelmatig. Of deze combinatie of een andere combinatie. Dit is ook wel mijn go-to blazer op dit moment. Dan hebben we dit blouseje en dit blouseje is multifunctioneel. De ene keer gebruik ik hem echt als een blouse en de andere keer draag ik hem als een soort van vest. Ik vind hem heel erg leuk. Hij is van de Zara. Het is best wel een populair model. Maar dat maakt me helemaal niks uit, want ik vind hem echt super leuk. En het is ook echt een goede basic om in je kast te hebben. Dan hebben we nog een ander populair item van de Zara. Dit jasje, of nou ja, het is officieel ook wel een blouse. Je kan hem dragen als blouse of als jas. Ja, deze draag ik heel erg vaak in combinatie. Waar ben jij? In combinatie met deze flared broek legging, iets in die richting. Dit is ook wel een van mijn meest gedraagde onderstukken. Ja, ik vind dat wel echt een leuke combi. Lekker all black. Lekker basic, of course. Dan hebben we dit shirt. En dit is een turtleneck van Chiquel, volgens mij. En deze zit heel erg comfortabel. Ik vind dit leuk om dit topje met verschillende kettingen te combineren. En dan met een van mijn mom jeans. Als ik een mom jeans draag, vind ik het wel leuk om een strak topje bovenop te hebben. En dan lekker baggy aan de onderkant. Dan hebben we deze top. Deze is van Naked. Ook lekker simpel, maar wel met een leuk detailje. Kant. Ik vind kant in kleding wel iets leuks, iets sexy's hebben. Dus deze. En niet te vergeten truien. Ik ben sowieso een hele grote truienliefhebber. Ik heb deze vaak aan die ik nu aan heb. Maar ook andere truien. Daar kan ik niet echt een onderscheid in maken. Want als een bepaalde trui in de was zit, pak ik wel een andere trui. Maar echt mijn meest gedragen truien van dit moment zijn toch wel twee hoodies. We hebben deze Tommy hoodie. Deze heb ik van mijn huisgenoot overgenomen. Ik vind hem echt super leuk. Hij zit ook mega comfortabel. Lekker basic again. En dan hebben we ook deze. Deze van Champion. En hij is best wel comfy van de binnenkant. Ik heb hem echt zo vaak al aangehad. En zo vaak is hij al in de was geweest. Maar ik vind hem echt comfortabel. Jullie merken misschien wel dat bij kleding mijn nummer 1 prioriteit echt comfortabelheid is. Als iets niet lekker zit, dan wil ik het ook niet aan hebben. Want ja, dan merk ik ook echt aan mijn uitstraling dat ik iets niet chill vind. En dat ik iets met tegenzin aan heb. En dat is echt een no-go voor mij. Wat betreft schoenen heb ik op dit moment 3 paar schoenen die ik heel vaak aan heb. Eigenlijk zou ik meer moeten variëren met mijn schoenen, want ik heb best wel wat schoenen thuis. Maar hey, sowieso mijn all-time faves zijn deze Fila's. Ze zien er niet meer echt schoon uit. In het begin had ik ze nog best wel goed onderhouden met het withouder ervan. Maar ja, ze zijn niet heel smerig. Ze zijn goed gedragen. Maar ik ben bijna 100% er zeker van dat ik deze binnenkort opnieuw ga kopen. Want ik draag ze bijna elke dag. Dan ben ik ook een hele grote fan van enkellaarsjes. En op dit moment draag ik deze heel erg vaak. Deze komen van Monki. En ze hebben een glans en een kleine hak. Helemaal top. Ik hou echt ontzettend veel van deze laarsjes. Ze zitten ook mega chill. En dan heb ik ook nog een ander paar laarsjes. En dit zijn een soort van lage cowboy laarzen. Niet too much cowboy, maar wel... Ja, het valt wel in een punt. En deze zitten oprecht, tot mijn verbazing, heel comfortabel. Deze hak is iets groter dan mijn Chelsea boot. Maar
ja, ik kan er heel fijn op lopen. Ik ben geen hakkenpersoon. Ik kan gewoon niet op hakken lopen, want dan krijg ik echt heel veel last van mijn voeten. En dan loop ik ook heel onstabiel, want ik heb hele zwakke enkels. Maar met deze kan ik best wel redelijk een dag oplopen. Dat waren mijn meest gedragen items van dit moment. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden en of jullie er ook wat inspiratie van hebben gekregen. Laat me vooral hieronder in de reacties weten wat jouw favoriete item uit deze video was. Ja, ik kan natuurlijk geen keuze maken, want dit zijn mijn meest gedragen items van dit moment. Ik ben heel erg benieuwd of het überhaupt in de loop van de tijd gaat veranderen. Of ik andere meest gedragen items heb. Ik heb wel een regel met mezelf afgesproken dat ik wel alle items uit mijn kledingkast zoveel mogelijk moet gaan dragen. Anders vind ik het zonde, want ik wil wel dat ik het eruit haal. Dat mijn kledingstuk ieder de kans krijgt om gedragen te worden. Want ik vind het zonde als het gewoon in mijn kast blijft hangen zonder dat het gebruikt wordt. Mocht je zo'n video vaker willen zien, laat het dan vooral weten. En vergeet natuurlijk niet om mijn handje te helpen door een aantal linkjes onder mijn WhatsApp-bord te plaatsen. Want ik ben benieuwd wat voor leuks jullie voor mij gaan uitkiezen. Dus hierbij wil ik jullie bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!